Het is weer zaterdag en dat betekent dat we weer gaan kijken naar grappige en toffe momenten in Fortnite Battle Royale. Ja, laten we gewoon direct beginnen met de video. De video is natuurlijk weer van Red Arcade. Dus even een hele dikke shout-out aan Red Arcade voor het maken van deze Fortnite Funny Moments video. Zullen we beginnen hier met de UFO die iets raars doet? Gaat niet helemaal goed met die UFO. Sowieso even een shout-out aan iedereen die geabonneerd is, deze video geliked heeft en ons supporter creditcode veel gevraagd heeft ingevuld in de Fortnite item shop. Hashtag ad. Maar we gaan gewoon lekker kijken naar deze funny moments. Ik vind het altijd leuk. Iedere zaterdag verheug ik me weer op deze video. Ja, dit is een glitch, hè. Je kan dus zo goed als vliegen gewoon met die nieuwe gun, of hoe je hem ook heet, de Grabbinator. Ik heb geen Grabbitron, volgens mij is die Grabbitron. En dat is heel zuur. Oké, we beginnen dus met de veel zoals altijd. Verwacht niet heel veel spectaculaire gameplay. Zometeen in de tweede helft van de video kan je dat wel gaan verwachten. Maar nu zien we dubbele chesten. Oh, die gaat... dubbele chest? Die glitch? Heb ik nog nooit gezien. Oké, wat hebben we hier? Iemand... Oh, ik zag niet wat daar gebeurde. Maakt er niet uit, Hier gaat ook... Oh, daar ga je. Karma. Oh, zieke karma. Gaat hij ook karma krijgen? Nee, hij gaat geen karma krijgen. Dat is wel jammer. Ik heb nog nooit een dubbele karma gezien, volgens mij. Oh, de trein, jongens. Stap in. Ja, daar zijn we met z'n vieren al. Met z'n vieren in. Oh, nee, al veel meer. Oh, dat is niet helemaal de bedoeling. Dat is onhandig. Oké. Hier gaat iemand eventjes snel Big Pot innemen. Maar pas op, want er komt een haai. Ja, die haai zijn best wel sterk. Oké, dit is een hele oude tactiek. Maar dat werkt helemaal niet. Of misschien wel om bullets te dodgen. Ik denk dat dat de reden was. Dat werkt wel, oké. Oh, daar ga je. En... Oh, hij gaat zichzelf opblazen. Let op. Hij gaat zichzelf opblazen. Ik voel het. Oh, nee, toch niet. Oké, is gewoon genaaid. Alright. Wat gaan we hier krijgen? Iemand die... Wow! Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Hey, deze weet ook niet helemaal wat hij moet doen. Die is helemaal kapot. Parasiet wilde ik zeggen. We zijn inmiddels bij de volgende clip en daar wordt iemand opgepakt en dan ga je. Hij kan niet healen. Oh, dat is zo zuur. Dat is echt heel zuur. Oké, wat gaan we hier krijgen? Iemand die... Oh, landt gewoon in die prullenbak. Party Royale wordt dus echt blijkbaar nog best wel veel gespeeld. Ik had dat niet verwacht, heel eerlijk gezegd. Maar hey, best wel leuk. Oké, Mortal Kombat. Oh, pak hem slaan. Ga hem slaan dan. Je had hem al dood. Oh, het had maar 20 HP. Wauw. Oh, dit is echt lucky. Je had daar echt best wel dood mogen zijn. Wat gaan we hier krijgen? Iemand die hem inbouwt. Nice. Hij hield hem. Ja, dat ga je niet redden, vriend. Daar ga je. Hij is dood en hij wordt overreden. Wauw. Oké. Nope. Oké, nog een keer nope. Nope. Nog een keer nope. Komt ie. Nope. Wat zijn dit voor een noobs? Hij heeft hem wel. Maar dat waren echt twee hele grote noobs. Oh, karma. Komt ie. Ja, dit was te verwachten. Dit was echt heel erg te verwachten. Oké. Zou hier iemand in zitten? Nou. Jazeker. Dat is zo mooie tactiek om daarin te gaan zitten. Ik doe het ook nog wel eens. Oh, daar ging die bijna dood. Huh? Oké. Dat was een hele harde teleport. Wat gebeurt hier nou weer? Is dit nou weer Party Royale? Dat is weer Party Royale. Die game wordt echt best wel veel gespeeld. Wat is dit nou weer? Een kip met daarop een parasiet en daarop weer een ei. Oké. Was erg... Wow, een inflatable in het water moet je blijkbaar niet doen. Dat wist ik ook niet, maar... Oh, Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Wow. It is meant to be. It is meant to be. Wow, hij heeft hem gewoon... Oké, wat gaan ze naar beneden glijden? Oké, eentje valt al bij dood. Oké. Wat gaan ze doen? En dan moet je hem healen. Ja, nice. Hoeveel zijn er nog levend? Heel veel. Oh, ik dacht dat het een hele kleine cirkel was, maar dat viel wel mee. Dat is niet heel handig voor jullie, jongens. Oh, wat krijgen we hier? Wauw, dit is zo... Als dat zou kunnen... Of dat kan natuurlijk, maar als dat zou gebeuren is wel heel ziek. Wow, dit is ook heel apart, deze blob. Die blob is heel, heel, heel raar. Kijk hoe snel die in en weer gaat, joh. Ja, erg bijzonder. Dit is echt een hele harde glitch. Kijk dan hoe ver je kan komen. Je gaat echt... Ik heb zelden iemand zo snel zien gaan. Oh, daar ga je. Helemaal uit de map. Oh, wat gaat hier gebeuren? En... Oh, wat een glitch. Die glitch heb ik de vorige keer ook gezien, volgens mij. Dus, oh, daar ga je. Ja, helaas. Oh, als je uitstapt, ben je...
Oké, ja. Ja, die ga je niet meer overleven, vriend. Je hebt maar één medkit. Dan ga je niet redden. Oh, wauw. Dat is echt wel heel lucky. Valt hij ook nog op hem? Ja, dat is echt heel erg vet. Oké, wat ga je hier krijgen? Iemand die doodgaat. Oké, komt die karma? Ik voel een karma aankomen. Ja, daar gaan we. Hij wordt meegenomen. Waar naartoe? Hij gaat healen. En wat gaat hij dan doen? Oh, hij gaat dood. Oké, GG. Je kan hem ook gewoon zien zitten. Oké. Oh, finish him. Oh, hij is keihard aangepakt. Oh, gaat hij nou karma krijgen? Hij gaat zo zijn karma krijgen. Ja, daar ga je. GG. Oké, iemand heeft die Gravitron gepakt. Gaat erin. Oh nee, dit gaat fout. Dit gaat fout. Dit gaat sowieso fout. Dit ding glitcht alle kanten op. Dit kan niet goed gaan. Dit is onmogelijk. Wat gebeurt er nou? Hij gaat echt alle kanten op. Oké. We gaan door naar de epic wins. Oftewel de trickshots, de hackers, de lijpe kills. Alles wat je maar wil zien in Fortnite. Hier gaan we iemand hebben. Ja, we beginnen ook gelijk weer goed. We beginnen gelijk hard. Zoals altijd. Oh, wat een hit. Oké. Zo, oké. En dan noscope. Dit? Ik weet het ook niet meer. Oké, lucht in met een bounce trap. Een noscope. Hoe kan je noscopen van zo'n afstand? Ik geloof dit niet. Het is zo'n kleine kans dat je een noscope in de lucht raakt. Kijk, dit kan. Dit is gewoon een hele lijpe quickscope. Dit is ook gewoon een mooie hardscope. Dit zijn ook een paar mooie kills. Gaat waarschijnlijk nog een mooie kill pakken met de plasma gun. Die overigens heel traag gaat. Maar hij pakt daar wel de kill. Ik vind het lastig. Erg lastig. Oké, daar ga je. Oeh, er rijdt allemaal mensen dood. Zo kan je ook mensen killen. Wordt niet heel vaak gedaan, maar het is wel cool. Ja, dit kan wel. Kijk, hij heeft een crosshair. Dan kan je nog een beetje aimen. Dan heb je meer kans. Maar soms, joh, dan is het echt onmogelijk. Dit ook! Ik weet het niet meer, jongens. Misschien moet ik niet zoveel zeuren. Wat een lijpe kill. Oké, naar beneden. Wat doet hij allemaal, joh? Lijp. Dat is een mooie combo. Hele mooie combo. Lucht in. Hele draai. Reload, cancel dingetjes. En een bow. Jawel. Oh, en een headshot volgens mij ook. Dat is altijd lijp als je een headshot erbij pakt. En slaan, noscope. Kijk, dit is zo'n... Dit zijn de lijpste killshots als je het mij vraagt. Killshot, trickshots. Als je namelijk je trickshot zo doet dat je in een storm terechtkomt en dat je in principe doodgaat als je hem niet hit. En hem dan wel hit. Dat is lijp. Noscope. Oh, dat zijn gewoon een paar mooie kills, denk ik. Dit is één. Hij heeft performance mode aanstaan. Oh, die is lijp. Oké, blijkbaar kan je ook geride worden op een visengel. Dat wist ik niet, maar cool. Alright. Noscopie. Wauw, oké. Oké, lucht in. Gaat gekend. Wat is dat nou weer? Is het een glitch of zo? Boom. Insane. Echt insane, sommige kills. Oh, wat gebeurde daar? Dat ging zo snel, dat heb ik even gemist. Oh, een glitch. Let's go. Dubbele 360, oftewel 720 en noscope. Jawel. Heel sick, inderdaad. Oké, hier hebben we het UFO in de achtergrond. Hij killt hier twee man. Let's go. Ze sprongen ook allebei. Ze dachten, oh, dan kan ik hem dodgen. Maar nee. Oké. Dit zijn heel veel bouncers. Oh, en shockwave grenade in combinatie met de bouncer. Maar... En dan de heerlijke kill. Ik zag hem helemaal niet ook. Zo. En het zijn 720. No scopy. Let's go. Oh, daar gaan we. Gravitron. Lucht in. Gaat hij ermee doen? Hij heeft een kill. Wauw, dat was gewoon... Hij wist niet eens dat er iemand was. Dat weet ik zeker. Dat kan haast niet. No scope. Boom. Lekker hoor. Okay, hij gaat er overheen rijden. Zo, dat zijn twee kills volgens mij. Nee, ja, nu zijn het twee kills. Altijd vet. Oh, daar heb je die glitch weer die ik net ook zag. Oké, en gebruik dan de tires. Ik weet niet hoeveel die draait, maar dat zijn er volgens mij een stuk of vijf. En hij heeft de kill uiteraard, want anders had het hier niet ingezeten in deze video. Lucht in, noscopie. Die was niet al bijzonder, maar prima. Ik tel hem. Oké, 720. ik weet het ook niet meer, joh. Pas op voor die auto op de achtergrond, joh. Dat is gewoon een Ferrari. Die gaat dan niet kapot schieten, gek. Lucht in. Bouncer. Oh, wat is het? Crashpad. Ik zei dit ook een paar keer fout volgens mij. Maar niet uit. Hij had kill. Daar gaat het om. Oh, ja. Oh, dit is cool. Dit is die game die we een tijdje geleden hadden. Die was best wel vet. Lucht in. Heel vaak draaien. Hoe vaak kan je draaien, gek? Dat is echt heel erg vet.
En dan ga je. Er gaat de storm in. Boom, noscopy en een hele dikke kill. Dames en heren, dit was alweer het einde van deze video. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Als je dat vond, drop even een like en abonneer op de Veelgevraagd met het belletje aan. Klik op de video, zometeen in beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer en peace out. Doei!